de organisatoren Mojo en IDNT van het eerste Back to Life evenement zijn hoopvol gestemd na het dansenfeest. Dit is een historisch moment, zegt Rosanne Janmaat. COO van het entertainmentbedrijf IDNT. Hopelijk is dit de sleutel naar weer open kunnen gaan. Tekst gaat verder onder advertentie ook Mojo is vooralsnog optimistisch. We kunnen nu laten zien dat wij evenementen op een hele veilige manier kunnen organiseren, legt CEO van Mojo Ruben Brouwer uit. Van deze proefevenementen leren we heel veel, maar het is nog belangrijker dat we meteen doorgaan. Hij verwijst naar het nationale evenementenplan, dat zaterdag door de evenementenbranche is gelanceerd. Als het aan Brouwer ligt zijn de proefevenementen namelijk een eerste stap richting een zomer vol evenementen. Anders zou ik wel teleurgesteld zijn. We hebben die stip aan de horizon echt nodig. En met wij doelt de Mojo baas niet alleen op de branche, maar ook ons publiek. Er stonden 100.000 mensen in de wachtrij. Zo'n populariteit getuigt van een enorme behoefte. Dat beaamt Janmaat. Ik had echt even kippenvel toen ik kwam, aanrijden bij de Ziggo Dome. Er stond een rij en mensen hadden haast tranen in de ogen, omdat ze eindelijk weer mochten. Buzzeletsblok, ADS.